Dus heeft u afgelopen week nog gesproken met Ronald Plasterk? Klopt dat? Hoe was dat gesprek? En was hij voor u een goede kandidaat premier geweest? Wij hebben vrijdag een goed gesprek gehad. Het was nog eerder gemoeid om dat zonder journalisten te doen, maar dat is dan toch weer gelukt. Samen met Eddy van Heijem hebben we een paar uur in een restaurant gegeten. Goed gesprek gehad, alle dingen die nog lagen uitgesproken. En daar waren geen belemmeringen meer. En was hij daarmee ook dan een goede premier voor NSC en voor u? Nou, er lag nog steeds het probleem van de patenten. En wij vinden dat elke mogelijke integriteitsissues van tevoren uitgezocht moeten worden. Dus dat lag nog op tafel als iets dat uitgezocht had moeten worden voordat je formeel voorgedragen wordt. Maar de andere belemmeringen waren daarmee weg. Ja, zolang dat onderzoek nog liep, had hij geen premierskandidaat kunnen worden, wat u betreft? Wat ons betreft had er snel een goed onderzoek moeten plaatsvinden. En dat was het belangrijkste. Nou, op het moment dat dat dus niet afgerond had kunnen worden, bijvoorbeeld voor het debat van woensdag of deze week, dan was dat dus de facto niet mogelijk geweest. Nou, dan had je gewoon iets langer dat onderzoek moeten doen. Ik bedoel, dat is op zich geen probleem. Maar er staat natuurlijk een maand ook voor de formatieperiode. Dus daarmee, ik denk dat ook uw ministers of staatssecretarissen willen weten onder wie ze dienen. Ja, maar dat zal ook voor andere kandidaten zo zijn. Dus ook andere kandidaten zullen natuurlijk gewoon gekeken worden. Dat is nieuw, naar aanleiding van de initiatiefnota van Laurens Dassen en van mij. En van het commentaar dat wij als Nederland van Greco gekregen hebben over van, nou, hoe doe je dat met de selectie? Is de procedure ook wat aangescherpt? En dat is dus niet alleen voor één kandidaat. Laat dat misverstand niet bestaan. Ook als er nu een andere kandidaat is, dan zal er natuurlijk even gekeken worden. Dat is ook helemaal niet spannend. Dat hoort gewoon bij een functie. Voor de eerste beste taxichauffeur moet een VOG aanvragen. En er worden vragen gesteld. En dan zou het raar zijn dat bij de belangrijkste functie van ons land, dat niet het geval zou zijn. Dat is aan hem, dat is niet aan mij. Ik heb vanochtend en toen net tegen uw collega's gezegd dat ik in deze fase natuurlijk geen enkel commentaar geef. Ga lekker, Geert last, meneer Wilders last. U was de premierskandidaat, toch, namens BBB? Er staat ook Pieter Omtzigt. Wij gaan zo snel mogelijk donderdag, de eerste moment dat de formateur is benoemd, met z'n vieren, dat hebben we met elkaar afgesproken, hierover praten en... Ja, dat is wat ik nu... Dat is nu had Plasterk van uw premier mogen worden? Ik heb gezegd wat ik kan zeggen. Heeft u iemand in uw hoofd om premier te worden? Ik heb op dit moment niemand in mijn hoofd. En dan zou ik iemand in mijn hoofd krijgen op dit moment. Dan zou ik dat niet eerst hier bespreken, maar dan zouden we dat eerst bespreken met de andere partijen. Hoe hard is het veto wat u kunt indienen als een van de vier formerende partijen? Ik hoop vooral dat er een goed gesprek tussen de vier partijen plaatsvindt. Ik denk dat dat de beste manier is om tot een goed kabinet te komen met een goede premier en goede ministers. Dus dat het niet een heel idee, is om met veto te werken, maar vooral te werken met begrijpen elkaar goed. Hoe zorg je dat je een premier hebt die verbindend is, die het hoofdlijnenakkoord, wat zij of hij niet zelf opgesteld heeft, in staat is om uit te voeren, wie dat ook kan dragen. Dus ja, daar wachten we gewoon even op. Stel nou dat uit dat onderzoek komt dat er niets onoorbaars is gebeurd en dat komt over 5 weken naar buiten. Dan heeft Plasterk inmiddels zijn kansen verkeken om premier van Nederland te worden. Dat als dan verhaal. Kijk, er dient gewoon goed onderzoek gedaan te worden naar wie er ook kandidaat is. En daar heb je even de tijd voor nodig. En dat is alles wat wij aangeven. Dat zal bij elke kandidaat zo zijn. Als het land een beroep op u doet, wat dan? Als er niemand meer is? Ik wil paus worden. Oh, je wil paus worden. Oké.